Mensen van dus David Games the King 77NL met Sticks and Stones, yeah. Ja, zoals jullie weten speel ik Black Ops 2 niet super graag meer. Dus dan deed ik vorige keer Sharpshooter Sticks and Stones. Ik heb het nog nooit gespeeld, dat zweer ik je. En dit is mijn allereerste keer. Het enige wat ik er gezien heb is bij andere kanalen. En ik ken het wel een beetje van Black Ops 1 heb ik het wel eens gespeeld. Black Ops 2 heb ik nog nooit gespeeld nu. En ik heb het bij Fish zie ik het wel eens en bij andere mensen ook wel. Maar, en het lijkt me wel leuk. Ik denk nog een live commentary doen voor Black Ops, of voor Black Ops 2. Ja, voor DDG. En dan wordt dit. En gelukkig krijg ik slums. En ik moet wel zeggen dat ik niet heel erg slecht ben met de Turbo en met de Ballistic Knife. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik weet het niet. Het enige wat ik eng vind bij Fishy is dat je als je getommelhakt wordt, dat je dan setback hebt. Dat is niet handig. Opletten wel. Ah, dat is lekker. En oh, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Ja, dan ga ik falen. En alleen door het klooien. Jongen. Huh? Wow. Het enige wat je dus niet moet overkomen is dat je dus humiliation krijgt. Humiliation. Dat je dus teruggezet wordt. Dat lijkt me niet leuk. Maar, oh, wat een 1. Paul. Nee, dit begint niet lekker. Nou ja. Live, ik weet niet hoe het gaat, maar allereerst potje, je weet nooit hoe het gaat ook dit. En het voordeel is de radar, maar ook het nadeel is de radar. Oh. Soms, ik kan niet echt uitleggen waarom, maar opletten. Door die delay in de radar verkijk je soms op, dat is lekker. Oh. Waar dan? Is dood? En waar is hij dan? Ik zag er echt een daar, die is niet gekild van mij, maar hij... Oh, die zijn lekker met elkaar gevecht. Scheef. Oh. Waar? Oh nee, daar! Nee! Oh, lekker, gaat de vaatwasser af. Ik kon niets doen, die staat gewoon aan, jongens. Niks aan te doen. Even kijken. Dit is live. Lekker! Kijk eens even, man. De King met zijn Turbo. Of heet dat ding? Crossbow. Ja, als ik zeg Turbo, jongens, het komt door Gears of War. Dat was de eerste online game die ik deed. En ik noem het gewoon altijd zelf Turbo. Oh, Paul. Jee, maar. Toch gaat het helemaal niet zo slecht. Ik sta bovenaan. Hé. Hey. Ik sta bovenaan. Lekker. Nog hoger. 83 of 60. Lekker. Ja. Nee. Ja, lekker. 100. Huppakee. Kijk, het gaat lekker zo. Humiliation! Oh, nee! Oh, nog 42. Ja, dan moet ik heel opnieuw beginnen. Dat weet ik nooit dan. Kom op nou. Nee. Oh. Niet slim. Oh. Oh, weer! Nee! Weer opnieuw beginnen. Oh, nee, dan win ik hem niet. Ja, misschien wel. Tijd zat. Maar dit moet me dus niet meer overkomen. Twee keer setback al. Dit was scheef. Dit was heel goed. Dit niet. Oeh, oh, die was lekker. Ik had er nog. Ah. Oh, scheef. Ja, lekker paal. Kijk, dat is het. Kom op nou met die 1. Hier zit er eentje. Waar? Daar. Dat red ik niet. Daar wel, ja. Oké dan, jongens. Nee, ik weet niet hoe met jullie zitten, maar ik vind dit echt heel leuk. Als ik een beetje hard praat, komt mijn headset hard staat, heb ik expres een beetje hoor. Maar ik, ik vind nog steeds, ja, ik weet dat ik er haat op ga krijgen, maar ik vind steeds Black Ops 2 gewoon de online, nee, lul dan niet zoveel. De online multiplayer niet leuk. En ik probeer mijn best doen, maar ik speel gewoon eigenlijk elke avond gewoon MW3. Gisteravond ook een half uurtje dit gespeeld, gewoon online geprobeerd. Maar het is, ja, het is het niet. Ik kan er ook niks aan doen. Het is geen Call of Duty. Even kijken hoor. Nou. Nee, zwak. Kom op, Paul. Oh! Nee, zo ga ik nooit winnen natuurlijk. Nog 1 minuut. Ik zal echt een hele, hele goede streak neer moeten zetten. Wil ik deze match nog winnen. En. Dat is niet handig. Dit is beter. Neem eens.
Oh, waarom raak ik hem niet? Ja, oh kijk, dit is het, dit is het. Gelijk nu. En voor nu, oké dan. Oh. Ja, oké dan, King on Rampage, hè, hè. Oeh, dat zag ik laat. Oh. Oh nee, een faal. 360, wat doet hij nou? Oh, weer mis. Nee, dit is heel slecht. Nog mis! Yeah! Knap hoor, na 14 schoten. Oh, oh, als dit een human laser was, ik verloren. Ik heb massa gehad, hij was in mijn rug. Zelfde gaat hij in Tomahawk. Nou, nog gewoon hier blijven. En yes! Nou, gewonnen. Eigenlijk wel lekker. 24-11, helemaal niet slecht. Ik win gewoon eens een potje. Verdient ook gewonnen, hè. Ik heb twee setbacks. Ik heb gewoon 24-11. Stel, ik kan zijn verliezen. Het zou wel smerig zijn, maar ja. Ik win hem. Dus wat zeur ik. Mooi zeg. Laat me weten of jullie meer sharpshooter en dit soort dingen willen zien. En sticks and stones. Ik ga jullie zien.